En wij staan zo bij dat lokaal. Komen erachter dat die les uitvalt. Komt zo'n vrouw naar ons toe en zegt zo: ja, jongens, we konden jullie niet meer bereiken, want jullie waren waarschijnlijk al onderweg. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn en ik ben lekker wakker geworden. Het is weer heel vroeg in de ochtend. Het is 6:30, althans nu is het 7:00, maar ik word 6:30 wakker. En ik heb al beter, ik heb ook even een test gedaan. Voor de zekerheid, want jij moet een keer zitten testen in de week. Dus ja, zoals je kan zien, negatief en dat is lekker. Dat is helemaal top. Dus we gaan naar school en dan gaan we van de middag gaan we weer intuïtief zitten. En dat is leren zitten. Althans, ontdekken hoe je weer beter kan zitten. En ja, dat hebben we nu al 2 weken gedaan. Deze week en volgende week moeten we nog. En dan zijn we klaar voor sport voor het hele jaar. Dus dat is heel lekker. En ik heb ook al een bedrijf gemaild voor stage. En dat is ook allemaal goed. Althans, tot nu toe gaat het goed. Ik ben wel moe, maar dat zie je denk ik wel. In ieder geval ga ik nu lekker naar school toe. En de trein pakken, daar naar school toe bedoel ik. En dan zie ik jullie daar op school. Mensen, het is nu 1:00 en we stonden daar bij het lokaal te wachten. Siep dacht ik ga even de les overslaan. Maar ja, wat was hij overslaan? Hij ging ziekenhuis. Maar ja, hij was dus wel naar huis gegaan. En wij staan zo bij dat lokaal. Komen erachter dat die les uitvalt. Komt zo'n vrouw naar ons toe en zegt zo: ja jongens, we konden jullie niet meer bereiken, want jullie waren waarschijnlijk al onderweg. Maar de les vandaag valt uit vanwege sterfgeval. Ja, heel kut natuurlijk. Behalve dat de les uitvalt, dat is het veel. Maar heel kut voor hen. Dat het een sterfgeval is. Dus ik hoop eigenlijk niet dat we dan ineens na de vakantie moeten inhalen. Tuurlijk niet. Ik denk het niet hoor. Ja, dat zou heel kut zijn. Want dan moeten we na de vakantie... Ik had het gedaan, omdat het natuurlijk wel handig was. Je leert hoe je moet zitten. Maar het is ook van ja... als ik nu 4 weken doe, dan ben ik daarna klaar. Kan ik daarna focussen op school. En het is gewoon op een prima tijd nadat we les hebben. Dus dat is heel lekker. Maar ja, ik hoop niet dat het dan nog een keer gebeurt. Want dan hebben we weer een donderdag minder. Trouwens, die donderdag na de vakantie kan niet, dan hebben we examen toch? Mij 2 weken na de vakantie. Oh, nou, dat is. Ja, dan moeten we dat ook maar doen. In ieder geval, oh wacht, volgens mij is. Zo, dus. Volgens mij is mijn trein ook net weggegaan. Mijn trein gaat volgens mij om 25 en om 35 en om 5 en om 55. Het is nu 7 over 1, dat is niet best. Dat is heel kut, het is net weggegaan, 20 minuten wachten, heerlijk, heerlijk. Ik ga zo meteen wel even mijn moeder bellen, want dan kan ik zeggen dat ik eerder naar huis ga. En dan, ja, dan ben ik eerder thuis. Dat is wel heel lekker. Kan ik mijn video editen, misschien nog een andere video opnemen of zo. Ik kan nog wel even kijken. Maar ja, het is heel naar voor hem dat er sterfgeval is. Alleen, sommige mensen uit ons groepje die er ook bij zitten, zeg maar, die zijn ook helemaal naar school gekomen voor helemaal niks eigenlijk. Want die, zijn gewoon, die hadden geen les, niks. En die zijn gewoon naar school gekomen en die hebben uiteindelijk hebben ze niks gedaan, omdat er uitval was. Dus ja, nu even lekker wachten tot de stoplicht op rood staat. Rood, groen staat en dan lekker naar huis. Ik ben thuis mensen, ja, mijn haar ziet er nog steeds niet uit. Maar ik zie er wel heel fel uit en ik weet niet waarom, maar je kan het daar wel zien. Trouwens, niet echt hier zo, maar als ik hier sta, denk het wel. Nou, dat raam is heel fel, ja dat zien jullie nu wel. Dat raam is heel fel, dus daarom ben ik ook zo helemaal wit, helemaal belicht. In ieder geval ga ik nu even naar boven, ga ik mijn video editen. Maar eerst even wat chocola meenemen, want ja, je kan niet op een lege maag een video editen vind ik. Dat hoort gewoon niet. Even kijken, hebben we nog... Nou, ik pak zo meteen wel. Ik had nog iets te zeggen, maar ik ben het helemaal vergeten. Ik ga gewoon lekker boven mijn video editen. En als ik het weet, zeg ik het weer. Maar ik ben het tot nu toe ben ik het vergeten. En dat is iets anders. Mensen, dit was het einde van de vlog. Ik ga lekker even douchen. En ik wilde weer gaan praten over eten van net. Maar ja, ik moet opletten dat ik wat minder ga doen. Want ik praat er heel veel over. En dan gaat het een beetje saai worden. Maar mijn SD-kaart zat ook niet in mijn camera. Dus ik kon het überhaupt niet filmen. Dus dat is jammer. Ik wist niet dat hij er niet in zat, eerlijk gezegd. Dus ja, daar kon ik op dit moment even niet zoveel aan veranderen. Maar ik wil nog iets zeggen. Even denken wat het ook weer was. Ik heb echt geen flauw idee meer. In ieder geval ga ik wel lekker slapen en lekker douchen. Morgen, oh ja, misschien was dat het. Misschien wil ik zeggen dat ik morgen voor de laatste keer ga werken. En ik heb er zin in, maar geen zin in. Laat ik het daarop houden. Ik heb wel eventueel een nieuwe baan gevonden. En ja, ik ga niet zeggen wat het is. Maar het zou wel heel leuk zijn als ik daarvoor kan werken. Want ja, dat zou best wel lekker zijn. Tot mijn stage. Maar ik ga lekker douchen en slapen. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vergeet niet te liken en te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer om 8:00 hier op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Ciao.